Wanneer je net achter haren de dijk op fietst of wandelt, zie je in de verte het stadje Megen met zijn gevangentoren. Mijn gedicht gaat over de historie daarvan. Gevangentoren. Gevangen in uitbundig voorjaarsgroen en zichtbaar van beide zijden van de rivier, staat hij daar, de trotse toren die leidde naar des graafschaps hoofdstad. Vijanden werden hier vanaf verdreven, met keien, kokende olie, pijlen en pek. Verdacht gespuis in kerkers opgesloten. Priesters en nonnen zorgden voor gebed en ook voor de armen en de doden. Die historie ligt in de stenen besloten. Ze hebben strijd en oorlogen overleefd. Vertellen het aan een ieder die het wil horen. Daarboven echter is ieder jaar volop leven. Daar nestelt, al klepperend, het jong geluk.